Goedemorgen allemaal. Daar zijn we met het raadsel van de week. Ra ra ra. Het is doorzichtig en het leeft in het water. Wat dacht je dat het was? Zou je het goed hebben? We gaan kijken. Het was kikkerdril. En kikkerdril, dat zijn de eitjes van een kikker. En hier zie je de kikkers. En ze zitten helemaal tussen het kikkerdril allemaal. Van kikkerdril tot kikker. Nou, we gaan eens kijken hoe dat allemaal gaat. Het kikkervrouwtje, die legt de eitjes. En die kunnen wel 1000 eitjes per keer leggen. Dat is gewoon meer eitjes dan dat wij kinderen op school hebben zitten. Dus dat is echt heel erg veel. Het kikkerdril drijft op het water. En in dat kikkerdril zitten die kleine eitjes. En daar groeien steeds ietsje groter kikkervisjes in. Na ongeveer 2 weken wordt het kikkerdril een kikkervisje. En eerst heeft het alleen maar een staart en kan het heel goed zwemmen. En wat later krijgt het ook voorpootjes en achterpootjes. En dan is het al bijna een kikker geworden. En pas na 3 jaar is een kikker echt volwassen. Dan is een staart helemaal weg. En de kikkers die houden er wel van om vliegen te vangen. Dan gaan ze zitten wachten en als ze er eentje zien, nou je ziet het al, dan vangen ze die met hun tong. En dan kunnen ze het lekker opeten. Zo doen kikkers dat. En ze vinden het ook wel heel lekker om vliegen of wormen of slakken te eten. Dus het is nog wel meer. Hier zie je hoe het in een cirkel werkt. De kikker die legt de eitjes. De eitjes die worden weer kikkervisjes. En de kikkervisjes krijgen pootjes. En dan is het na 3 jaar weer een kikker die weer opnieuw eitjes kan leggen. En zo komen er steeds weer nieuwe kikkers bij. Wist je dat een kikker wel 20 keer zo ver kan springen als dat hij groot is? Dus stel je voor, je hebt iemand die 1 meter groot is, die kan wel 20 meter ver springen. Dat is wel bijna 2 klassen ver. Dat is wel heel knap, hè? Nou, dat was het raadsel voor deze week. We zien jullie bij het volgende filmpje weer terug. Doei!